Rinus hier van de Droogtraining Academie. Hoe ver van tevoren moet jij voor je krachttraining eten? Die vraag beantwoord ik in deze video. Oké, hoe ver van tevoren moet jij nou eten voor je krachttraining? Voordat ik die vraag beantwoord, is het wel belangrijk om iets uit te leggen. Krachttraining. Als we kijken naar energiesystemen die we in ons lichaam gebruiken, dan zijn we op een anaerobe manier aan het trainen. Dat wil zeggen dat die training vaak van kortere duur is, maar waarbij de intensiteit wel hoger ligt. De energiebronnen die we daarvoor gebruiken zijn hoofdzakelijk ATP, als het echt hele korte, felle inspanning is. Dat duurt ongeveer 10 tot 20 seconden, dan is die energie op. En daarna schakelen we over op een energiebron die heet glycogeen. Glycogeen is bij een normaal voedingspatroon is al aanwezig in onze spieren. Dus op het moment dat jij koolhydraten eet, dan zal jouw lichaam, op het moment dat er een glycogeentekort is in jouw spieren, zal die jouw glycogeen zal die aanvullen. Dat is de energie die jij dus gebruikt bij krachttraining. De vraag is dus, moet jij per se eten voordat je gaat trainen? En het antwoord is dus eigenlijk nee, want glycogeen is al aanwezig in jouw spieren. Mensen die dus bijvoorbeeld trainen op een lege maag, ja, dat kan dus gewoon. Dat zal een kwestie van wennen zijn, want als je dat niet gewend bent, dan kan dat in het begin best wel raar voelen. Maar trainen op een lege maag, krachttraining doen op een lege maag, dat kan dus gewoon omdat die energie die je daarvoor nodig hebt, die is al aanwezig in je spieren. Ons advies is toch om niet te trainen op een lege maag als je krachttraining wil doen. En dus altijd voor je krachttraining te eten. Nou, hoe ver van tevoren is dan verstandig om te eten? Wij adviseren onze klanten altijd zo ver van tevoren te eten dat ze zeg maar geen last hebben van die voeding tijdens hun training. Dus waar moet je dan aan denken? Ongeveer 1 tot 3 uur voor je training, afhankelijk van hoe groot je maaltijd is, zouden wij aanraden om te eten voor je training. En waarom eten wij dan wel voor de training, terwijl dat eigenlijk misschien niet per se nodig is? Omdat wij willen altijd optimaal presteren. En op het moment dat je op een lege maag traint, dan is de vraag of jij daadwerkelijk optimaal presteert. Wij zullen onze klanten dus altijd aanraden om voor die krachttraining te eten. Wij raden die klanten dan aan om voor die krachttraining hoofdzakelijk koolhydraten en eiwitten te eten. We weten van proteïne dat als je dat geleidelijk over een aantal maaltijden door de dag heen eet, ja, dat je in principe voldoende aminozuren in je bloed hebt door de dag heen om ervoor te zorgen dat je spiermassa op kan bouwen. Koolhydraten voor je training eten is gewoon handig, want op het moment dat jij energie nodig hebt, ja, ons lichaam draait in eerste instantie hoofdzakelijk op koolhydraten. Koolhydraten eten voor je training is dus verstandig. Als wij dus aan moeten raden aan klanten of ze moeten eten voor een training, dan is het dus altijd het antwoord ja. Wat moeten ze dan eten? Hoofdzakelijk koolhydraten en eiwitten. Probeer vetten daarbij een beetje te beperken, want vetten die vertragen het verteringsproces in jouw lichaam. Dus het is bijna onmogelijk om geen vetten te eten in een maaltijd, maar dat moet je ook dus niet helemaal jezelf gek om maken. Maar probeer hoofdzakelijk rondom je training, voor en na je training, koolhydraten en eiwitten te eten. Nou, hoe ver eet je dan van tevoren? In ieder geval moet je maaltijd zo groot zijn en de tijdsbestek voor je training moet zo lang zijn dat jij tijdens je training geen last hebt van jouw maaltijd, van de voeding die jij gegeten hebt. En dat komt dan in de meeste gevallen komt dat ongeveer aan op 1 tot maximaal 3 uurtjes voor je training. Nou, dat was het antwoord op deze vraag. Ik hoop dat deze video waardevol voor je was. Als dat zo was, klik dan even op de like-button. Daar help je ons dan ook mee. Vind je dit soort video's nou tof? Hè? Vind je deze informatie waardevol? Elke dag brengen wij video's uit op ons kanaal. Dus abonneer op ons kanaal. Druk even op het notificatiebelletje als je meer van dit soort video's wil zien. En dan zien we jou in de volgende video.